Hallo iedereen, mijn naam is Andries en ik werk voor het Centrum voor Cyberveiligheid België. Via deze opgenomen presentatie wil ik jullie graag uitleggen wat phishing juist is, hoe je valse berichten kan herkennen en wat je moet doen wanneer je een verdacht bericht krijgt. Want de strijd tegen valse berichten is helaas nog niet gestreden. Tijdens de vorige European Cybersecurity Awareness Month in oktober 2019 deden we al een luide oproep om aandachtig te zijn voor phishing en verdachte berichten door te sturen naar ons, naar verdacht@cvonweb.be. Met resultaat, want vorig jaar ontvingen we 1.700.000 verdachte mails. Zo konden we meer dan 4.000 valse websites laten blokkeren. Omwille van de sterke stijging van valse berichten rond het coronavirus en de toename van het aantal valse berichten per sms, herhalen we deze oproep nu opnieuw. We kunnen uiteraard geen presentaties meer komen geven en daarom hebben we dit filmpje gemaakt. Hopelijk zijn jullie even aandachtig. Zijn jullie klaar? Daar gaan we! Het coronavirus houdt ons vandaag allemaal in de ban. Elke dag lezen we nieuwe berichten over het virus. Hoe moeten we ons beschermen? Hoeveel besmettingen zijn er in België? Hoe gevaarlijk is het virus? Voorlopig blijft het virus dus elke dag voorpagina nieuws. We worden overspoeld met informatie. Op het televisiejournaal, op de radio, in de kranten staat het elke dag vol met informatie. Iedereen is ondertussen wel op de hoogte. Wie nog niet heeft gehoord van COVID-19, leeft in een ananas diep in de zee. We spreken erover met onze vrienden via verschillende kanalen. We sms'en, we whatsappen en we mailen met vragen, antwoorden en alle andere informatie over COVID-19. We kijken ook niet verbaasd op wanneer we de zoveelste sms, mail of bericht krijgen in verband met het coronavirus. Ondertussen passen we ons aan de nieuwe situatie. Onze werkgever organiseert telewerk en we komen zelf zo min mogelijk buiten. We zien dat deze aanpassingen ertoe leiden dat we steeds meer online zijn. Berichtgeving over een schaarste aan mondmaskers en alcoholgel in de apotheek heeft ons haast alle doen zoeken naar de laatste voorraad op webwinkels. Restaurants en cafés zijn ook gesloten. We gebruiken applicaties om eten te laten leveren. Voor cybercriminelen is de coronacrisis een opportuniteit. De crisis is voor hen de kans om munt te slaan. Via phishing of valse berichten stelen ze je bankgegevens om daarna je rekening te plunderen. Ze passen hun phishingberichten aan in teken van het coronavirus. En omdat we nieuwsgierig zijn naar nieuws, en ook omdat we berichten verwachten rond het virus, hopen zij dat meer mensen in hun val zullen trappen. Ik heb phishing al een paar keer vermeld tijdens deze presentatie, maar wat is dat nu eigenlijk? Wel, phishing is online oplichting via valse berichten en valse websites. Cybercriminelen zijn geïnteresseerd in je persoonlijke gegevens en je geld, en dat gaan ze proberen van je te stelen. Maar hoe doen ze dat? Wel, cybercriminelen creëren daarvoor websites die heel sterk lijken op echte, vertrouwde websites. Op deze websites wordt je dan gevraagd je bankgegevens in te geven of je persoonlijke gegevens, zoals je wachtwoord en login. En aangezien die websites waar je zo net je gegevens hebt ingegeven eigenlijk worden beheerd door criminelen, geef je eigenlijk zo zelf je belangrijkste gegevens aan hen. Natuurlijk, we surfen niet vrijwillig naar valse websites. Dat doen we per ongeluk. We worden namelijk om de tuin geleid door cybercriminelen. En hoe doen ze dat? Wel, eerst sturen ze je een vals bericht met een link in naar hun website. Ze willen absoluut dat je klikt op die link. Dat doen ze door misbruik te maken van iets waar je in gelooft of van iemand die je vertrouwt. Ze spelen in op angst en je nieuwsgierigheid. Zoals een zogezegde boete per mail of een pakje dat wordt geleverd door Bpost, zogezegd, of een interessante aanbieding voor een mooie vakantie, enzovoort. Door op de link te klikken, word je naar hun website geleid. Ze hebben die website zo gebouwd dat je eigenlijk niet meteen ziet dat het om een valse website gaat. Stel dat je bijvoorbeeld een phishingbericht krijgt met de boodschap dat je meteen een boete moet betalen, wat je zogezegd kan doen door op de link te klikken in het bericht en naar de website van de politie te gaan om de boete te betalen, dan gaan die cybercriminelen natuurlijk hun phishingbericht en hun valse website zo opstellen en bouwen dat het echt lijkt alsof het bericht van de politie zelf komt en dat de website echt van de politie is. En dat doen ze door dezelfde kleuren te gebruiken, het logo van de politie weer te geven, enzovoort. Het is daarom superbelangrijk om zeer waakzaam te zijn voor phishing, zeker nu,
omdat er heel veel phishingberichten de ronde doen rond het coronavirus. Wees daarom waakzaam voor valse berichten met aanbiedingen voor mondkapjes, alcoholgels, desinfecterende middelen enzovoort. Wanneer je je bankkaartgegevens invult op een valse website, dan wordt je rekening geplunderd. Wees ook op je hoede voor berichten met links naar valse nieuwsites. Door te klikken op verdachte links kan je zonder te weten virussen downloaden. En bovendien, alle officiële informatie staat op info-coronavirus.be. En tenslotte, wees ook waakzaam voor berichten met valse geldinzamelacties voor slachtoffers van het virus. Producten van valse verkoopsites worden niet geleverd en valse geldinzamelacties stelen je geld. Maar er is ook goed nieuws, gelukkig. Er zijn nog steeds heel wat manieren om valse berichten te herkennen. We willen jullie natuurlijk helpen en daarom overloop ik met jullie de belangrijkste tips. De belangrijkste tip is natuurlijk om twee keer na te denken voor je op een link klikt. Het loont de moeite de tijd te nemen om de link goed te bestuderen om te ontdekken naar welke website je juist wordt geleid. Dat kan je doen door de URL te lezen. Vaak zie je de URL of het webadres niet meteen, die zit namelijk verborgen achter een knop, een woord of een afbeelding. Om de URL toch weer te geven, zweef je even met je muis over de link, zonder te klikken weliswaar. De URL zal dan verschijnen, ofwel boven de link, ofwel in de linker onderhoek van je scherm. De URL lezen is belangrijk. In de URL staat namelijk de domeinnaam die werd geregistreerd. Dat is het woord dat net voor .be, .com of .org staat. Dit is vaak de naam van het bedrijf. Zij registreren hun eigen merknaam als domeinnaam en betalen hier ook geld voor. Enkel zij kunnen deze domeinnaam gebruiken. De cybercrimineel zal een website creëren die sterk op een echte vertrouwde website lijkt. Ze kunnen wel de kleuren en logo kopiëren, maar de exacte merknaam als domeinnaam van hun valse website kunnen ze niet meer registreren. Deze werd immers al geregistreerd. Om je om de tuin te leiden, zullen ze dan een domeinnaam registreren die lijkt op de officiële merknaam. Bijvoorbeeld, www.delijze.be is een echte website en de domeinnaam is daar De Lijze. Bij de URL delijze-be.site is de domeinnaam delijze-be. Dat is gek, want de echte merknaam is De Lijze. Zo weten we dat deze website is geregistreerd door cybercriminelen. Een volgende tip is om altijd de afzender van je berichten heel goed te controleren. Is bijvoorbeeld de domeinnaam van het e-mailadres van de afzender eerder raar, zoals xiz542, wees dan extra op je hoede. Weet ook natuurlijk dat officiële instanties of bedrijven nooit een Gmail of Hotmailadres gaan gebruiken. Ten slotte, ken je de afzender niet of verwacht je er helemaal geen bericht van, dan kijk je maar beter twee keer uit. Tip 3. Let op het taalgebruik. Een bedrijf of officiële instantie zal een mail naar haar klanten altijd goed nalezen voor verzending. Krijg je toch een bericht met verdacht veel schrijffouten, dan is het bijna zeker phishing. Cybercriminelen willen absoluut dat je op de link naar hun website klikt. Om je te overtuigen te klikken, zullen ze heel opdringerig en dwingend schrijven. Het taalgebruik van een professionele partij, en zeker van een financiële instelling, zal nooit opdringerig zijn. Berichten naar klanten krijgen nooit de vermelding importance high. Dit doen enkel criminelen om je onder druk te zetten. Maakt dit berichtje echt nieuwsgierig? Helaas, iets dat te mooi is om waar te zijn, is meestal ook niet waar. Gratis kaas vind je enkel in een muizenval. Onze laatste tip, kijk uit met onverwachte berichten. Heb je geen pakketje besteld? Wel ja, dan is de kans ook heel klein dat je een trackingcode of een andere informatie rond een pakket toegestuurd krijgt. Ga dan ook niet in op e-mails die je verleiden om op links te klikken. Hetzelfde geldt wanneer je een bericht krijgt van een bank of een leverancier waarvan je geen klant bent. Immers, hoe zou het komen dat je zo'n bericht krijgt als je geen klant bent? Niet vertrouwen dus en gewoon verwijderen. Al deze tips en meer informatie over phishing hebben we gebundeld in een kleine brochure dat je kan downloaden op onze website. Dat is www.savonweb.be. Ik herhaal de tips nog eens even. Phishingberichten zijn berichten die je meestal onverwacht krijgt en zonder reden. Ze zijn dwingend en willen je nieuwsgierig maken zodat je op een link klikt.
Vaak bevatten ze taalfouten of zijn ze vreemd geschreven. Toch niet altijd. Ze hebben een vage aanspreektitel of gebruiken je e-mailadres als aanspreking. Ze komen ook van een onbekende afzender. Ten slotte heeft elk phishingbericht een link die niet naar een veilige website leidt. Controleer daarom altijd de URL en de domeinnaam van een website. Nog een belangrijke tip is dat phishingberichten niet enkel per mail worden verstuurd. Ook via sms of WhatsApp kan je dus phishingberichten ontvangen. We kennen nu de tips om phishingberichten te herkennen. Laat ons even oefenen met actuele voorbeelden. In de volgende slides tonen we je phishingberichten rond het coronavirus die momenteel de ronde doen. Je krijgt eerst zelf enkele seconden om te herkennen waaraan je kan zien dat dit phishingberichten zijn en daarna bespreken we per bericht in detail de tips. In dit voorbeeld zien we dat de afzender er echt alles aan doet op dat je zou klikken. Er is een opdringerig taalgebruik, sensatienieuws, hele grote knoppen, etc. Bovendien is het bericht in het Engels geschreven, wat eigenlijk ook wel wat gek is. Nog een tip, pas ook op met afmelden in spammails. Je ziet daar bijvoorbeeld unsubscribe, klik hier. Onderaan spamberichten of phishingberichten is regelmatig een link te zien waar je op kunt klikken om je af te melden voor dit soort e-mails. Dit is vaak een valse link. Als je erop klikt, kan de afzender zien dat je e-mailadres bestaat en wordt gebruikt en je zal juist meer phishingberichten of spam ontvangen. In dit bericht wordt reclame gemaakt voor mondmaskers die je kan verkrijgen op de website van de afzender. Nu, dit is natuurlijk phishing en dat zien we omwille van verschillende redenen. De eerste aanwijzing is dat de afzender een heel rare domeinnaam gebruikt in zijn mailadres. SafeMask, op zich wel een plausibele naam voor een bedrijf dat mondmaskers verkoopt, gebruikt het mailadres met domeinnaam PCLPUSVGT en dat is dan weer al heel raar. Het bericht zelf is ook geschreven in twee talen, het Engels en het Frans. Dit is ook heel raar. Een bedrijf zal nooit klanten contacteren in twee talen die doorheen worden gebruikt. Het bericht bevat zelf ook heel veel aanlokkelijke links, dus de afzender wil echt dat je klikt. En een laatste tip, merk op dat je niet persoonlijk wordt aangesproken. Dus dit bericht is waarschijnlijk naar heel veel mailadressen tegelijkertijd gestuurd, wat dan weer al wijst op phishing. Ook in dit bericht wordt reclame gemaakt voor mondmaskers, zogezegd de best verkochte. Je kan het aanbod zien door op een link te klikken. Nu, dat gaan we niet doen, want dit is een phishingbericht. Hoe zien we dat? Wel, het bericht is in het Engels geschreven. Dat is al verdacht voor Belgische klanten. Er is een heel opdringerig taalgebruik. Er worden heel veel knoppen in het bericht bijgevoegd, zodat je klikt. De afzender is verdacht. Je ziet het misschien niet heel goed, maar de domeinnaam in het mailadres is heel bizar. Er is geen persoonlijke aanspreking. Er is namelijk geen aanspreking. Hè? Dus dit bericht is ook weer al naar heel veel mensen tegelijkertijd verstuurd, wat dan ook weer al wijst op phishing. En, caveat, helemaal onderaan zie je een unsubscribe link. Hè? Dus klik daar niet op. Het is juist door te klikken op de link dat de afzender zal weten dat het e-mailadres 1 bestaat en 2 wordt gebruikt, waardoor dat je steeds meer phishing zal krijgen. Toegegeven, in de vorige voorbeelden was het eigenlijk niet zo moeilijk om te zien dat het om phishing ging. Maar dat is niet altijd het geval. Neem dit voorbeeld nu. We zien een mooie layout, we zien geen taalfouten, we zien het logo van tweedehands, etc. Maar toch is dit phishing. Hoe zien we dat nu? Wel, de belangrijkste tip blijft om goed te controleren naar waar je juist wordt geleid door te klikken op de link. Dit kan je doen door met je muis te zweven over de link om de URL weer te geven. In de URL controleer je dan de domeinnaam. En dat is in dit geval niet tweedehands, maar Otoya Sushi Food. We zien ook dat je wordt aangesproken met beste tweedehands gebruiker. Dit betekent dat de mail naar heel veel mensen tegelijkertijd is verstuurd
En dat is dan weer al een aanwijzing dat het om phishing gaat. We hebben verschillende tips gezien om phishing te herkennen. Die tips hebben we ook ingeoefend aan de hand van verschillende actuele voorbeelden. Maar wat moet je eigenlijk doen als je een phishingbericht kreeg? Bravo, je hebt een verdacht bericht herkend. Super, keigoed gedaan. Maar wat doe je nu met dit verdacht bericht? Wel, je kan het bijvoorbeeld doorsturen naar ons, naar verdacht@zevonweb.be, zodat wij de valse websites kunnen laten blokkeren. En zo help je ook anderen verder. Komt het bericht van een bank of een bekende organisatie, dan kan je het bericht ook doorsturen naar je bank, bijvoorbeeld naar phishing@naamvandebank.be. Zo kunnen zij ook hun eigen klanten waarschuwen. Krijg je het bericht op het werk? Wel, verwittig dan je ICT-dienst. Zo kunnen zij intern ook maatregelen nemen om iedereen te beschermen. En heb je iedereen verwittigd, dan verwijder je het bericht gewoon. Oei, je hebt geklikt op een link in een phishingbericht. Dat kan gebeuren. Geen paniek, maar volg wel meteen onze aanbevelingen. Heb je het bericht doorgestuurd naar vrienden? Verwittig hen dan meteen, zodat ook zij niet slachtoffer worden van cybercriminelen. Heb je een paswoord meegedeeld? Verander dan je paswoord overal waar je het gebruikt. Heb je je bankgegevens meegedeeld? Verwittig dan meteen je bank om verdachte transacties stop te zetten. Contacteer ook Cardstop om je kaart te blokkeren. Voer een virusscan uit. Het kan zijn dat je door te klikken op een link een virus hebt geïnstalleerd. Verwittig ook zo nodig de ICT-dienst op het werk. Zo kunnen zij maatregelen nemen zodat anderen niet in dezelfde val zouden trappen. Verwijder tenslotte het bericht. Voilà, we komen aan het einde van deze presentatie. Heel erg bedankt voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad en dat jullie met deze tips nooit in de val zullen trappen van de cybercriminelen. Wil je nog meer weten over phishing? Surf dan zeker naar onze website, dat is www.zevonweb.be of volg onze pagina's op Facebook en Twitter. We hebben ook heel wat leuke filmpjes op YouTube met tips over cyberveiligheid, dus neem daar ook zeker een kijkje. Wil je mee campagne voeren tegen phishing? Dat kan. Dat kan. Alle campagnematerialen zijn beschikbaar. Voilà, dat was het dan. Waar je ze kan downloaden aan de gratis van de presentatie. Ik wil je heel erg bedanken voor je aandacht en ik hoop dat je vanaf nu veel veiliger surft. Bedankt!